Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Kjeld. Vandaag ben ik weer terug met een nieuwe FIFA Road to Glory video. Jullie zijn gewend dat ik gelijk mijn rewards open. Dat doe ik deze keer niet. Ik uh, laat uh, wat uh, gameplay zien van uh, afgelopen weekend. In ieder geval deze tegenstand stond 3-1 voor. Ging de hele tijd uh, achterin uh, een beetje rondspelen. Een beetje lopen, stilstaan en zo. Uh, om mij een beetje naar voren te laten gaan. Hier krijg ik een beetje goedkoop eigenlijk een uh, penalty. Uh, ja, een penalty mee die uh, Benzema natuurlijk binnenschiet in uh, de linkerhoek. Waardoor het 3-2 wordt. Dan wordt het nog heel erg spannend... Ja, ja, want deze gaat erin. Lobby's Openda maakt er dan nog 3-3 uh, van. Dan denk je, is het klaar? Nee, want het wordt ook nog 4-3. Dan wel voor uh, de tegenstander in ieder geval. Mooie goalscooring met de uh, Vinicius uh, Junior. Dan maak ik de 4-4. Goede actie met Juma. en die uh, schiet hem prima binnen. Dus 4-4. Uh, en dan uh, ja, eigenlijk in de allerlaatste minuten... Nog een keer open naar mijn gouden wissel. Die uiteindelijk uh, de 5-4 maakte. Waardoor we daarmee uh, in ieder geval uh, 11 uh, om uh, 4 gaan. In ieder geval hier weer wat. Uh, uh, 11 om 3 moet ik zeggen. In ieder geval. Deze kreeg ik uh, gratis uh, cadeau. In ieder geval deze win. Bij 1-0 ging die weg. En wat een mooie 1-0. Was dit in ieder geval echt heel mooi. Dan staat de score op 12 om 3. Hier kom ik uh, in ieder geval op voorsprong met de uh, Danjuma. Maar ja. Uiteindelijk uh, wordt het weer heel snel 1-1 door uh, zijn uh, 92 uh, Kilian Mbappé rode play pick. Dan maak ik mooi de 2-1. Ik vond het uh, best wel een mooi uitgespeelde aanval. Weer Danjuma die dat uh, doet. En dan uh, is het uh, nog niet klaar. Nee, want het wordt ook nog uh, 3-1. Een uh, mooi voorzet. En uh, dan denkt hij: van uh, Ja, we gaan er vandoor. Bekijk het maar. 3-1. En. Uh, voor mij in ieder geval natuurlijk weer goed. Gewoon weer een overwinning erbij in ieder geval. Ja, het dus ging wel goed deze weekend. Lekker ook uh, ja, natuurlijk uh, dit... En uh, vooral die laatste potjes uh, hier op 55 punten. Dan komen we dit team tegen met 13 om 3. De stand niet een heel goed team. Als je mij vraagt een uh, wat mindere icon, wel weer Benzema ze. Maar die de me meeste mensen in ieder geval uh, gebruiken. Hij komt in ieder geval wel op voorsprong. Hele mooie goal. Te steken zit daar eigenlijk wel een klein beetje mis. Maar ja, uh, gewoon een goede voorzet. Achterlijn halen en dan uh, de inschieten. Dan gaat hij hier op uh, 2-0 voorsprong in ieder geval komen. Hier, dit is ook heel slecht uh, verdedigd door mij. Ik had hier veel beter op de man uh, moeten zitten. Kap die goed terug hier. En dan uh, ja, weer hier ja, mooi, gewoon een mooie goal van uh, mijn tegenstander in ieder geval te steken. Had ook hier denk ik wel wat meer kunnen doen in ieder geval. En dus kwam die voorrust op 2-0 en dan wordt het nog erger. Ik scoorde nog wel, uh, maar ja, hier komt hij op 3-1 door Antonio Di Natale. Die dan in de 60 nu de 3-1 scoort. Dan ja, zit er voor mij uh, niet heel veel anders op. Ik... Uh, had hem nog wel wat aanvallender gespeeld. Ik had er gewoon met drie wissels erin gedaan. Dat bracht niet heel veel. Waardoor hij uiteindelijk deze pot wint. 3 om 1. Daardoor gaan we 13 om 4. Dan komen we komen tegen dit team. Is een uh, ja, vergelijkwaardig team, denk ik, met mijn team. Al heeft hij wel rode playpick Marquinhos en rode playpick Vinicius. Hij komt hier in ieder geval. Volgens mij op voorsprong. Ja, ik kwam hier op voorsprong. Slecht verdedigd door mij in ieder geval. Maar ja, Benzema, die is gewoon heel goed. Dat blijft een van de beste spitsen nu in FIFA 22. Dan gaat hij op 2-0 komen. Hier, ja, slecht verdedigd. Ja, ik kan niks anders. En dan komen we in ieder geval hier wel weer een beetje geluk. Komen er doorheen. Uiteindelijk, als ze misschien, ja, in ieder geval gewoon een hele mooie goal. En dan komen we ook op uh, 2-2 Arnaud Danjuma Groeneveld. Die ons op uh, gelijke hoogte in ieder geval weer zetten in de 64 minuten. Dan Benzema hier. Danjuma lopen, lopen, rennen. Hij is heel erg snel. Actietje, mooi. En dan terugleggen natuurlijk op Karim Benzema. En dan weet hij het af te maken. En maakt hij er 3-2 van. En dan gaat het ook uh, deze pot in ieder geval. Niet meer fout en uh, ja, winnen we deze pot. Het was even moeite nog om het uh, uit te spelen. Uh, veel druk, hij gooide alles op de aanval. Maar ja, uiteindelijk 14 om 4 dus. Dan komen we tegen dit team. Ja, dat is wel heel erg lastig. We gaan natuurlijk hopelijk nog voor uh, die 16 uh, winsten dit weekendiek. Maar ja, dan moeten we er wel twee achter elkaar winnen. En ja, als je dit soort domme dingen doet achterin... Kloosterman, gele kaart... dan gaat het misschien wel heel lastig worden... Om uh, die 16 winst staan, te In ieder geval 14 winst hebben we. Maar ja, die 16 winst uh, willen we graag. Nou, dan moeten we deze penalty in ieder geval wel stoppen. Dat doen we helaas niet. Hij schiet hem heel goed binnen. We zaten nog in de goede hoek. Maar ja, we komen wel weer um, door Benzema. Hier, mooie actie langs de verdediger. Keepers te kijk gezet en komen op 1-1. Hij komt dan in ieder geval hier weer op 2-1. Ja, staan we niet goed uh, voor. Verdedigen we niet goed en uh, Kort hij met Oude Harden 2-1. Dan hier foutje van hem, een slippertje. En dan de 2-2. Komen we op gelijke hoogte. Ja, dit was echt een knotsgekke, maar ook een hele spannende wedstrijd. En dan in minuut 70 krijgen we een uh, corner. Dan gaan we kijken of we in ieder geval hier wat mee kunnen doen. Verkeerd naar binnen. Naar binnen, achterlijn. En dan Benzema in de korte hoek, keeper geklopt. En zo staan we 3-2 voor. Dan krijgen we dan uh, in ieder geval uh, nog een uh, corner nog in de laatste minuut. Dan wacht ik daar gewoon, ja, en dan schiet ik hem maar gewoon over de zijlijn. En dan uh, winnen we deze pot en dan gaan we dus, uh, ja, 15 om 4. Echt het uh, beste scoren in ieder geval uh, tot nu toe in uh, FIFA 22 deze weekend. Maar ja, dan moeten we tegen dit team. Dat gaat denk ik wel een lastige kluif worden, al is het niet een heel goed team. Achterin Pau Torres en Alaba kunnen we denk ik wel hebben op uh, snelheid? In ieder geval wel 89 pushkast. Deze moeten we binnen in ieder geval, deze late pos, uh, late, uh, laatste pos, uh, pot moet ik in ieder geval gewoon winnen voor de 16 wins. Dan komen we hier, ja, een klein beetje geluk dat uh, de keeper hem niet uh, pakt. En dan fake hier uh, die in ieder geval de openingstref. Hier laat hij heel veel ruimte aan die linkerkant liggen. Paasje er doorheen, Benzema. En die weet het gewoon af te maken. En staan we gewoon met 2-0 voor. Dan denk je natuurlijk... Ja, dat gaat denk ik niet meer mis. Gewoon uitspelen. Nou, vervolgens staan we 3-1 voor. En dan met een beetje geschutter. Ja, heel erg geschutter achterin. En dan uh, staan we opeens 3-2. En dan kan het toch wel eens heel spannend worden. In ieder geval in deze pot. Maar ja, dan gebeurt dit. Nou, we spelen hem gewoon. Ja, dit is niet een al te beste bal. En dan, uh, ja... Dan krijgen we dit in ons scherm. Dan denk je waarschijnlijk een, uh, ja, een verbindingsfout, denk ik. Gewoon bij de tegenstander was het. Eerst schrok ik nog wel een beetje. Hebben we de win? Uiteindelijk winnen we deze wel. En pakken we dus gewoon 16 wins. Ja, echt ongelooflijk. Beste weekend ooit. 16 om 4. Wel eens 2 keer 5. Deze FIFA 22 gehaald. Maar ja, dit is uh, gewoon uh, natuurlijk heel erg mooi. Ik was er zelf wel heel erg blij mee. Natuurlijk hebben we dan ook uh, best wel goede weekend. Rewards in ieder geval uh, goede pakketten die we krijgen. Ook natuurlijk gewoon drie uh, playerpicks die we krijgen. Ja, natuurlijk hopen we natuurlijk op het beste niveau. Hier zie je twee, drie playerpicks, 250k pakket. 125k pakket. En uh, twee premium team of the week uh, pakketten. In plaats van één als je de 14 wint. En natuurlijk ook wel lekker hoor, 75.000 munten. Nou, drie player picks. Benzema, denk ik misschien het beste van deze team op de week. Hakimi, oh en daar zit Benzema in. 91, Karim Benzema. Ik heb natuurlijk de 86 versie. Die is natuurlijk nog wel uh, stukken beter, vooral in uh, snelheid. Maar in ieder geval lekkere vodder in ieder geval. De tweede player pick misschien Hakimi, nee. Maar het is wel een 86 rated van uh, Arsenal. De rechtsmidden, uh, Bakayo Saka. En dan de derde player pick. Arkaf, Hakimi. Nee, het is wel weer 86 Saka. Ook een AXC, 82 Anthony. Maar uiteindelijk kies ik toch voor uh, 84 Ward Proms. Ja, natuurlijk ga ik die wel een keer inleveren in zo'n Fuchems uh, upgrade. Niet uh, Hakimi kunnen pakken. Die was volgens mij nog het beste. Die is iets uh, boven de 100k uh, waard. Maar ja, wat uh, schildert ook Benzema 91? Is gewoon heerlijk voor uh, de folder. Aardig wat pakketjes. Om te beginnen in ieder geval met het 50K pakketje. Laten dan gelijk een walkout in zitten. Ja, dat is het. Spaans, dat is nooit heel goed. En nee, Booskets, zeg je Booskets, ja, is ook niet heel veel meer waard. Verkopen heeft ook weinig zin. Nee, wel weer 10K voor in je vormpje in ieder geval. Erbij Booskets kan gewoon lekker naar de transformarkt en kan uh, gewoon wel. Uh, een keer worden ingeleverd als er in ieder geval een leuke SBC beschikbaar is. Dan hebben we nog een 50k pakket. Nou, natuurlijk hopen we dan dat er weer een walkout in, zat, in zit. Dat zal leuk zijn. Ja, dat doet het. Uh, Braziliaans. Ja, CVM. Oeh, 89 Casemiro. Heerlijk voor de rating in ieder geval. Ik weet niet hoe duur eigenlijk de 89 redenen op dit moment zijn. Misschien. 40k? Oh, ja, nou, wel eigenlijk stukken minder. Volgens mij is dat 30k ongeveer. Dus uh, in ieder geval gewoon lekker in de club bewaren voor uh, wat SBC's als die komen. De twee premium Team of the Week pakketten openen zo. Eerst is het uh, de beurt aan het uh, Ultimate pakketje. Je kan het bewaren voor Team of the Year, dat doen we niet. We pakken wel een walkout, wat is dit dan? Ah, oh, dit is Sensho. Ja, dit is Sensho. Ah, jammer. We ja, ja, Engelse walkouts heb je eigenlijk Sterling, volgens mij. Denk ik als beste. Dus ja, oh, oh, er zit nog uh, die Bala ook nog bij, C287 reed het. Gewoon lekker naar de Transformart. Gewoon lekker alles naar de Transformart. Dan kijk ik uh, later in ieder geval wel uh, wat ik uh, ermee uh, kan doen en uh, of ik het kan verkopen. Nou, twee premium Team of the pakketten. dan hoop je toch op een Karim Benzema of een Hakimi. Nou, het is in ieder geval geen walkout. Engels. Ja, war die we ook uit uh, de Player Pick hadden. 84 rated. Ja, ik denk dat dat nu 11, 12k op dit moment waard is. Die andere zijn natuurlijk echt geen dron meer uh, waard. Die kunnen gewoon lekker gekwikseld worden. Ja, dit is 12k. In, in ieder geval nog even bewaren. Wie weet, komt er nog een SBC of zo waar, ze, waar je ze nodig hebt. Kunnen we altijd gewoon bewaren en kunnen we later verkopen? Nou, het tweede premium Team of the Way pakket. Hopen dat deze wel beter is. Het is geen Walkout. Ah. Oh, dat is weer die gek. Ja, het is weer die speler van Southampton Ward Proms, de CM84. Ook uh, dit keer uh, zit er ook niet heel veel bijzonders uh, meer achter. Dia en een uh, verloren Turk, in ieder geval. De SBC's gaan we ook eventjes uh, naar kijken. De vorige video had ik uh, ook wel wat uh, meer heel veel SBC's besproken. Uh, ja, het staat in de beschrijving en in het uh, infokaartje. Deze Julian Brandt. Een goedkope optie als je nog een uh, beetje starten team en je zoekt een leuke cam van de Bundesliga, kan je deze Julian Brand in ieder geval uh, voltooien. Hij kan nog uh, omhoog gaan in ieder geval, maar ja, ik zou hem uh, persoonlijk niet doen. Hetzelfde geldt voor deze, moet je heel veel voor inleveren. Is volgens mij 4,5 ton als je hem helemaal moet kopen, deze Pierre-Emerick Aubameyang. Wel gewoon een, ja, een goede kaart, maar het is gewoon overpriced. Snelheid is natuurlijk goed, schieten en dribbelen is ja, nog een beetje aan de matere kant. 4-star, 4-star is goed, maar ja, dit is gewoon veel te duur. Dit had maximaal misschien onder de 2 ton moeten zijn. Maar ja, het dubbele 4,5 4 ton richting de 5 ton is toch wel een beetje uh, te veel van het goede, in ieder geval, uh, voor deze kaart. Er is ook uh, de Headliners uh, mini-release uh, gekomen. Drie kaarten, onder andere Sergei Canabri, die ik graag wil gebruiken. Hele goede kaart is nu volgens mij uh, 2,5 ton uh, waard, in ieder geval. Gaat denk ik nog wel wat dalen. 4-star, 4-star, goed. Ja, de hele, heel raar versnelling is wel gewoon 98. Maar uh, die sprintsnelheid is dan wel weer laag. Maar ja, kaartje erop. En hij, uh, de, hij gaat als de brand weer in ieder geval. Ja, gewoon een goed kaartje. Serge Gnabry. Dan is er uh, ook weer een uh, special kaart gekomen van uh, de PSV. Uh, de PSV-held Ibrahim Sangare heeft. Uh, dus zijn derde special kaart volgens mij ontvangen na de rolbrekers. En uh, zijn player of the mond heeft hij opnieuw een uh, kaart. Dus een special kaart. Deze headliner. Opnieuw niet echt een hele goede kaart, vind ik zelf. Verdedigen en fysiek is natuurlijk echt. Uh, Echt top -tier, Maar ja, de snelheid dat laat hem toch wel uh, in de steek. In ieder geval. Ook deze kaarten kunnen gewoon nog geüpgraded worden. Dus dan zal het nog wel een decent kaartje voor je eredivisie-team uiteindelijk uh, kunnen zijn. Maar voor echt uh, basis, uh, denk ik niet. Deze die kan zeker wel uh, heel in de basis bij uh, verschillende teams. Heerlijk uh, link natuurlijk. Met de uh, Fransman en uh, hetzelfde club als die uh, Kotza SBC, die ik niet heb gedaan. Heel veel mensen in ieder geval wel, maar deze kaart is gewoon prima. Onround snelheid is dan nog wel aan matige kant, vind ik. Maar ja, als je daar een kaartje op doet, is het natuurlijk uh, ook gewoon een uh, prima kaart. Ja. Gewoon allround heel goed. Savanier van Montpellier is dat volgens mij uh, deze club. Deze uh, squad was uh, voor Andersom die ik nog uh, moet uh, completen. Dit is het team wat ik volgende week denk ik wil gebruiken. Met die Coman, Dus en uh, Serge Gnabry. Ja, ik ga even kijken wat ik er mee ga doen. Voor nu allemaal bedankt voor het kijken naar deze video. Doe zeker de blauwe duimpjes, dat zal zeer gewaardeerd worden. Abonneer gelijk dan even hier beneden. Volg me op Instagram en Twitter als je het nog niet had gedaan. En zeg wel later. Tot de volgende video. Doei doei.